Een hele goede morgen. Welkom bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Na een lange, lastige periode van thuisblijven, een avondklok en beperkt contact, is het weer een beetje terug naar normaal. Voor het eerst was ook onze generatie, jullie generatie, kwam erachter hoe het was om eigenlijk beperkt te worden in haar vrijheden. Dus we hebben genoeg om over te praten vandaag. En dat gaan we hier doen in Utrecht, al lijkt het er misschien niet op door dit achtergrondje. Met studenten van het ROC Midden-Nederland en burgemeester Sharon Dijksma, die ik zo meteen ook wat uitvoeriger zou aankondigen. Ik ben Rogaya Sek, ik ben programmamaker in de Bali in Amsterdam, waar we verschillende programma's organiseren over kunst, cultuur, politiek, maatschappij. En ik ben er vandaag eigenlijk vooral om dit gesprek te leiden, maar het gaat uiteindelijk om jullie. Jullie hebben allemaal vragen ingestuurd en die gaan we proberen allemaal te behandelen, maar dat kan ik ook niet helemaal beloven, want er is ook ruimte om gewoon spontaan je hand op te steken als je denkt van ik hoor net dat en nu ben ik ook wel hier nieuwsgierig naar. Het is een opname vandaag, dus dat betekent dat het extra belangrijk is dat je even wacht tot de microfoon bij je is. En ook is het wel heel fijn als je gaat staan, zodat je goed te zien bent voor de rest. Ik zie iemand al een beetje spannend kijken, maar je kan het om even te gaan staan. En dan ook even je naam te zeggen, misschien ook welke opleiding je hier doet. Dan is het nu aan mij om Sharon Dijksma wat beter aan te kondigen. Burgemeester Sharon Dijksma, op dit moment dan, werd geboren in 1971 in Groningen. Ze begon haar politieke carrière bij de Jonge Socialisten, de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid. En in 1994 ging ze ook voor die partij de Tweede Kamer in. Ze was op dat moment de jongste Kamerlid tot dan toe. Onder premier Balkenende was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En onder premier Rutte was zij staatssecretaris van Economische Zaken en later ook van Infrastructuur en Milieu. Daarna werd zij wethouder in Amsterdam, totdat ze dus in december 2020 de nieuwe burgemeester was van Utrecht. En hier woont ze ook sindsdien met haar man en drie kinderen. Drie kinderen. Welkom, Sharon Dijksma. Ja. En ik wilde graag even zelf ook beginnen met een paar vragen. En die wil ik graag beginnen met een video. Dus dan... Oké. En het is een video van 4 mei 2021, de speech die je gaf, een stukje daarvan. Vandaag heb ik op het Domplein een krans gelegd ter nagedachtenis aan iedereen die door het geweld in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Onze vrije samenleving kan een stootje hebben, maar onze vrijheid vraagt wel om zorgvuldig en voortdurend onderhoud. Het bouwwerk van onze vrijheid is in feite nooit af. Heb dus de moed om op te staan als onze vrijheid in het geding is. Een vrijheid die met het besef komt dat er grote offers voor zijn gebracht. Wat bedoelde u met een stootje? Wat is daar een voorbeeld van? Nou, je merkt natuurlijk dat er toch best vaak mensen zijn in een samenleving die met dingen niet eens zijn en daarbij soms geweld niet schuwen, onze democratie willen aantasten. We hebben natuurlijk recent in Europa ook te maken gehad met aanslagen die heel ontregelend zijn geweest. Dus ja, deze week weer het bericht dat onze premier niet meer op de fiets naar zijn werk kan omdat hij bedreigd wordt met een moordaanslag. Dat zijn natuurlijk hele heftige en hele ingrijpende dingen. En die zorgen er wel voor dat onze democratie af en toe een beetje aan het trillen en schudden is. Maar het blijft nog steeds vier overeind en dat is goed. Ja, en is de coronacrisis ook een voorbeeld van een stootje voor de vrijheid?
Ik denk dat heel veel mensen dat zo ervaren hebben. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ben ook van wel ruim na de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben natuurlijk geen van allen ooit een lockdown en een avondklok meegemaakt. Dus dat is wel een enorme inperking geweest op wat je persoonlijke vrijheid is. En weliswaar voor de goede zaak. Maar ik denk dat het voor een heleboel mensen, en zeker ook voor jonge mensen, heel zwaar was. Ik bedoel, ik zie dat mijn zoon zit ook op het mbo in Amsterdam. Die moest dan inderdaad ook 's avonds met de avondklok thuis zijn. En god, wat baalde die daarvan. Ja. Hè? En ik kan me zo voorstellen dat dat voor heel veel jonge mensen zo is. Want ja, je gaat toch nog naar je vrienden. Je gaat nog even een wandelingetje buiten doen. Of als het zomer is, met elkaar ergens in het park leuk zitten. En dat mag dan opeens allemaal niet meer. En dan krijg je een boete op het moment dat je geen geldige reden hebt om op straat te zijn. Dus ja, dat is voor veel mensen zwaar geweest. En vooral, denk ik, voor de jonge mensen het allerzwaarst. Ja, en je zei ook, heb de moed om op te staan als het vrijheid in geding is. Ja. Wat is een... Wanneer sta je zelf eigenlijk op? Wanneer staat u zelf op wanneer u het gevoel heeft van de vrijheid is nu in het geding? Nou, als er sprake is van een situatie waarbij er ook onrechtvaardigheid is. Mm-hmm. Als de vrijheid van de een bijvoorbeeld betekent dat de ander helemaal ingeperkt wordt. En ik denk dat een van mijn taken bijvoorbeeld is om in ook heel woelige tijden ook tegengeluiden wel ruimte te geven. Dus mensen bijvoorbeeld mogen demonstreren. Dat is een grondrecht. En of dat nou soms lastig is of moeilijk te organiseren is of heel veel effect heeft op de samenleving, dan nog is dat een grondrecht. En dus betekent het dat je daarvoor moet staan en eigenlijk bijna altijd ruimte moet geven om dat zo goed mogelijk te kunnen laten organiseren. Maar er zit wel een spanningsveld in. He, dus, maar ik neem dat heel serieus. Dus dat is iets waar ik voor moet opkomen. Of bijvoorbeeld voor vrouwen die bedreigd worden. Op het moment dat een van mijn voorbeelden in mijn speech toen ik geïnstalleerd werd is Jody Rauwenhorst. Jody is een transgender en die werd in elkaar gemapt op weg naar het station. En haar vrijheid om te zijn wie ze wil zijn wordt dan dus ingeperkt door mensen die daar problemen mee hebben. En dus vind ik het belangrijk dat ik niet alleen haar verhaal in mijn speech een plek geef, maar ook voor haar recht opkom om te zijn wie ze wil zijn. En dat zijn dingen die gevoelig liggen. Hè, net zoals homoseksualiteit. Het is echt heel wonderlijk om te merken dat in deze tijd, ook in jullie generatie, daar zoveel meer discussie over is als toen ik zeg maar zo oud was. Toen was dat volstrekt normaal, vanzelfsprekend. En nu opeens lijkt het wel alsof we soms een stap terug doen in de tijd. En weer een beetje richting de donkere tijden gaan. Hoe zie je dat dan? Ja, nou, dat zie je doordat leraren op scholen daar niet over durven te praten. Of bedreigd worden als ze dat doen. Dat zie je op het moment dat mensen in sommige wijken, in sommige steden niet meer hand in hand durven te lopen als het jongens zijn of twee meiden. Dat is ook een inperking van vrijheid. En dan is het dus mijn taak om te zeggen dat in onze samenleving dat gewoon echt kan. En dat hoort erbij. Hashtag wen er alvast maar aan. Nou, laten we meteen even naar de zaal gaan voor nu. Er zijn verschillende vragen dus al ingestuurd. Waarvan er best wel wat ook ging over corona. Dus ik denk dat het handig is om daar dan mee te beginnen. Zeker. En daarna verder te gaan naar de andere vragen. Is Max de Vries er ook aanwezig? Ja, zou je willen staan? En dan komt er iemand nu aangerend met een microfoon. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. De vraag die ik had doorgegeven, die ging inderdaad ook over de coronamaatregelen. Wij vroegen ons af of dat u het eens bent met de coronamaatregelen die aan het begin van de crisis zijn ingesteld. En of dat u, als u er achteraf op terugkijkt, of dat u iets anders daaraan zou doen aan de maatregelen die nu zijn genomen. Je zegt zeg maar begin van de crisis en nu genomen. Ja, zeg maar de maatregelen die aan het begin van de crisis zijn, zou u daar iets anders aan doen als die nu opnieuw zouden genomen zouden moeten worden?
Nou, ik vermoed eerlijk gezegd dat met de wijsheid van achteraf ook het kabinet sommige dingen misschien anders had gedaan. Maar dat betekent niet dat ik als burgemeester de hele tijd het verzet heb aangevoerd. Hè? Kijk, in zo'n crisis als waar we nu in zitten is het echt heel belangrijk dat je uiteindelijk wel samen optrekt. En dat je soms ook gewoon moet neerleggen bij voorstellen die er gedaan worden. Ook al heb je daar wellicht wel eens een keer zelf een twijfel bij, of zou je net iets anders doen, omdat het anders echt onwerkbaar wordt. Juist in een crisistijd is het gewoon crunch time. En dat betekent dat het mensen moeten doen wat ze doen moeten. Je moet je gezond verstand erbij houden. En wij als burgemeesters hebben wel vaak, ook in het veiligheidsberaad waar ik in zit, als een van de 25 regio-burgemeesters in Nederland, aandacht gevraagd voor uitvoerbaarheid of bijvoorbeeld impact op de samenleving. Dus dat gesprek hebben we zeker gevoerd. En daarin hebben we soms ook wel eens wijzigingen voor elkaar gekregen. Maar ik vind het en niet fair om eigenlijk achteraf te gaan zeggen, nou, ik zou het allemaal anders hebben gedaan. Want toen wist men dat niet. En de premier zei, die gebruikte een metafoor, hè, van het is toch een beetje varen in de mist. En als je heel eerlijk bent, dan was dat het natuurlijk ook gewoon. Het was ook varen in de mist. En we hebben ook 17 miljoen epidemiologische deskundigen. Dat is allemaal kleine Jaap van Disseltjes in Nederland. Die allemaal beter weten hoe het moet. Dat is ook heel mooi aan Nederland. Ze zijn ongelooflijk eigenwijs. Dat vind ik meestal super gaaf van Nederland en heel leuk. Maar het is ook wel eens in zo'n situatie lastig. En ja, dus je roeit met de riemen die je hebt. En je maakt ook fouten. Ja, dus die zijn er volgens mij ook echt gemaakt. En de geschiedenis zal ook uitwijzen dat dat vermoedelijk zo is. Maar het is echt te gemakkelijk ook voor mij om daar nu dan een soort van afstand van te gaan nemen. Of te gaan zitten doen alsof ik het allemaal beter wist. Want dat wisten we gewoon niet. En wat is een maatregel waarvan u denkt, nou, die moet in ieder geval meegenomen worden in de analyse. Want achteraf gezien was dat misschien... Nou, kijk, dat is nog niet bewezen. Hè? En ik denk dat... Daarom meegenomen in de analyse. Nou ja, kijk, ik blijf bijvoorbeeld het fascinerend vinden hoe goed wij nu op up-to-date zijn met vaccinaties. En eigenlijk iedereen die had willen worden gevaccineerd, kan dat nu ook zijn, hè? Maar in het begin hebben we natuurlijk hele lange aanlooptijd gehad, ogenschijnlijk. En dat was misschien achteraf maar een paar weken. Maar op dat moment, voor mijn gevoel ook, duurde het een eeuwigheid. Hè, dus dat zijn wel dingen waar je dan op terugkijkt en denkt, goh, had dat nou anders gekund? Wij zijn toch overgeorganiseerd? Dus waar ging het dan even niet goed? Waar stokte dat dan? Hebben we voldoende altijd iedereen meegenomen in al die noodzaak van die maatregelen? Ook in de communicatie. Dus er zijn heel veel dingen om op terug te kijken. Alleen, ik vind het vanuit mijn positie eigenlijk, ik ben de laatste die de evaluatie moet leiden. Hè, want ik was natuurlijk ook gewoon onderdeel van het hele verhaal. En ik vind dat anderen daarover moeten oordelen en niet ik. Dat zou ik niet fair vinden. Ja. Alejandro, of waarschijnlijk zeg ik het verkeerd. Valero, is die aanwezig? Ja. Je naam nog eens zelf goed uitspreken? Alejandra. Ja, Alejandra. Zo, mam. Over het testbewijs wordt gezegd dat dit geen verplichting is. Maar eigenlijk zijn we de vrijheden kwijt om dit wel te doen. Hoe zit dat? Nou, dus, dat is een vraag die mij deze hele week al bezighoudt. En die natuurlijk ook echt wel tot heel veel discussie en ook zorgen en boosheid in onze samenleving leidt. Hè? We hebben niet voor niets de afgelopen weken ook in Utrecht bij een restaurant wat zich daarin niet wilde houden aan de voorschriften, elke avond ook demonstraties nu gezien. Kijk, en ik wil er een paar dingen over zeggen. Ten eerste ben ik burgemeester van alle Utrechters. Ook van die Utrechters die om wat voor reden dan ook zich niet willen laten vaccineren of die bijvoorbeeld zeggen van ik wil daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus ik vind het belangrijk dat dat geluid, ook al is het niet mijn eigen keuze, wel gehoord wordt in onze samenleving. En dat we de discussie er op een nette manier over blijven voeren. Dat laatste is soms wel moeilijk, merk ik. He, ook als ik zelf nu in mijn e-mailbox kijk, daar word ik niet heel vrolijk van, kan ik jullie vertellen. Dus het zou wel fijn zijn als iedereen dat op een respectvolle manier blijft doen. Maar die discussie moet gevoerd worden. En wat er aan de hand is, is dat
De 1,5 meter is er af. Jullie zien dat ook om je heen nu. Dus je krijgt ook een heleboel vrijheden nu weer die je eerder niet had. En tegelijkertijd is er op een aantal plekken dan nodig dat je ofwel laat zien dat je gevaccineerd bent, of je bent hersteld van corona, of je moet je laten testen. En ja, dat kan je beschouwen als een inperking van je vrijheid. Tegelijkertijd hoef je dus niet bijvoorbeeld gevaccineerd te zijn. Dus een testbewijs kan ook. Dat is wel heel belangrijk. Omdat ik denk dat je daarmee mensen ook nog keuzes blijft geven. Maar ja, als je inderdaad een café in wil, dan moet je gewoon je QR-code laten zien. Kijk, en het gekke is dat als mensen allemaal naar het buitenland gaan, waar dat over het algemeen al lang de regel is, dan is iedereen bezig om als een gek die QR-code vooral voor elkaar te krijgen. En in Nederland hebben we er tegelijkertijd een heel rauw debat over. En dat vind ik soms ook wel lastig. Maar dat dat debat er is, dat is zo. Dat moet ook ruimte krijgen en mensen moeten eigenlijk zich ook vertegenwoordigd voelen en blijven voelen door de overheid. Dus voor mij geldt dat ik daarin binnen de regels die er zijn, en de rechtsstaat is daarbij zeg maar leidend. En vind dat als mensen het er niet mee eens zijn, dan moeten ze gewoon naar de rechter gaan. Bijvoorbeeld om beslissingen die ik neem dan maar ter discussie te laten stellen. Dat vind ik de beste manier. En laat iemand anders dan maar beslissen of het goed is gegaan of niet. En ik vind ook dat er in de stad gewoon ruimte moet zijn voor dit debat en voor het protest daarover. Dus dat zal ik altijd verdedigen, maar het moet wel op een manier georganiseerd worden die niet de halve stad lam legt. Of die andere ondernemers bijvoorbeeld in zo'n buurt ook in het gedrang brengt. Dus daar zullen we de komende uren wel het gesprek over gaan voeren. Ja, nog meer vragen? Ook spontane vragen mogen? Niet allemaal tegelijk. We hebben ook een stelling van Ben. Ja. Ben, is die er? Ja? En bij de stelling is het denk ik zo meteen fijn als, dan zeg ik eventjes van wie is er voor, wie is er tegen. Dus luister ook even goed aan jullie, want dan is de beurt aan jullie. Mijn stelling luidt: volksgezondheid is belangrijker dan persoonlijke vrijheid. Ja, volksgezondheid is belangrijker dan persoonlijke vrijheid. Wie is het daarmee eens? En dan mogen de handen wel omhoog gaan. Ik zie twee hele voorzichtige handen aan het begin, maar ik geef jullie de tijd. Twee handen, wie is het niet mee eens? Gaan we even testen. Nog een keertje wie er wel mee eens is. De minderheid. Mag de microfoon daar naar degene met het grijze t-shirt? En stel, je mag ook even gaan staan en jezelf voorstellen. Ja, ik ben Nick de Jong, ik doe de opleiding Filotechniek. En ik ben ermee eens, want met volksgezondheid, dat betekent iedereen. Als één iemand ziek is, brengt diegene ook de andere in gevaar. En zo, dan verspreidt ook de ziekte ook alleen maar meer. Of gewoon het virus, en dan breng je gewoon anderen in gevaar. Dus dan vind ik persoonlijke gezondheid minder belangrijk dan de volksgezondheid. Dus dat vind ik persoonlijke gezondheid, persoonlijke vrijheid. Persoonlijke vrijheid, ja. Want je brengt gewoon de anderen echt gewoon duidelijk in gevaar. Oké, dankjewel. En er is iemand meteen aan de andere kant gaan staan. Stel jezelf zo ook even voor. Ja, ik ben Elena en zeg maar, kijk, wat je net zegt. Je zegt van over dat zeg maar mensen ziek worden en zo. Maar kijk, het is een griep, toch? Zeg maar, niet iedereen gaat eraan dood. Niet iedereen. Het is niet een gevaar, zeg maar. Het is niet dat jij, als je corona krijgt, dat je gelijk doodgaat of zo, toch? Dus hoezo vind jij dat, zeg maar, het zo erg is dat jouw persoonlijke vrijheid, zeg maar, minder belangrijk is dan dat jij ziek wordt ervan? Maar hoe is het dan voor degenen die wel ziek van worden? De ouderen en de mensen die minder gezond zijn en minder bestemd met ook mentaal en ook hun weerstand minder bestemd zijn tegen deze ziekte. Dan breng je ze juist in gevaar, omdat jij dan alsgene geen beperkingen wil nemen. Maar misschien mag ik er ook iets over zeggen. Kijk, het beeld dat je alleen maar ziek wordt als je stokoud bent of heel ongezond, dat klopt gewoon niet. Er liggen jonge mensen op de IC's en die gaan gewoon dood. En niemand kan het verklaren.
En dat maakt het ook zo ongewis. Weet je, dit is een soort van spookziekte die heel veel schade kan aanrichten. En niemand weet nog precies van waarom wordt de ene persoon nou heel erg ziek en iemand anders niet. En ja, er zijn natuurlijk statistieken die zeggen, even heel onaardig hoor, oudere mannen boven de 50 van een zekere leeftijd, zeker gewicht, hebben meer kans om heel erg ziek te worden. Maar dat betekent niet dat je alleen maar die mensen ziet. En sterker nog, in deze golf nu zien we vooral heel veel ook jongere mensen die echt heel onverklaarbaar ziek worden. Dus ik, even los van het debat tussen jullie, wat ik belangrijk vind is ook dat we de feiten erbij houden. En een feit is dat je ook als je jong bent ziek kunt worden en ook als je jong bent er dood aan kunt gaan. Helaas, hè? Dat is zo. Jij wil iets terugzeggen, ja, dat moet je ook doen. Ja, zeg maar, wat u zegt, u heeft gelijk. Er gaan ook mensen dood, maar ik heb zelf ook corona gehad. Daar werd ik ook ziek van. Maar dan vind ik, kijk, als ik me laat vaccineren, dan kan ik nog steeds besmet worden ermee. Kan ik nog steeds andere mensen aansteken. Dus dan hebben we wel een bewijs nodig om te laten zien van ik ben gevaccineerd. Dus ik mag ergens naar binnen of ik heb zo. Maar dan ben je alsnog, stel je voor, ik zou wel een prik nemen, dan ben ik alsnog voor de samenleving, kan ik iemand besmetten. Ja, maar het risico is wel veel minder groot. Kijk, die vaccinaties die zorgen ervoor dat het risico dat de samenleving zeg maar ontploft door corona qua volksgezondheidsproblematiek gewoon daadwerkelijk een stuk minder groot is. Dus de besmettelijkheid en de manier waarop mensen nog ziek worden die eenmaal besmet zijn, die beïnvloed je daarmee. En daarom is het, kijk, wat ik zelf heel interessant vind, is dat er wereldwijd allerlei vaccinaties zijn die wij allemaal hebben gehad. Op misschien een enkele uitzondering in deze zaal na. Hè? Voor kinkhoest, voor polio, voor mazelen. En al die ziektes waar in de middeleeuwen en nog vele jaren daarna mensen gewoon allemaal dood aan gingen die super besmettelijk ook waren. En het is eigenlijk behalve in een reformatorische en antroposofische kring geen enkele discussie meer. Vaccinatie gaat sky high. Er is niemand die dat een probleem vindt. Hè, er is wel wat discussie over. Maar als je dat nou vergelijkt met dit, vind ik heel interessant. Want ik vraag me dan af van, goh, is dat dan de angst voor dit vaccin? Hè, dus ik ben daar niet. Dat is wat ik heel nieuwsgierig naar ben. Van hoe kan het dat we daarover eigenlijk helemaal haast geen echte grootse maatschappelijke discussie hebben en op dit vaccin opeens wel, terwijl dit ons zo ongelooflijk helpt juist om vrijheid te herwinnen. Het is maar hoe je het ziet. Hè, ik denk dat een vaccinatie vrijheid verschaft. Zo voel ik het zelf ook echt. Ik voel mij gewoon veiliger. Nu ik die twee prikken heb gehad. Daar voel ik me echt gewoon beter door. Maar het is wel heel persoonlijk. Hè? Dus dat mag ook. Je mag er ook bang voor zijn. Misschien is het ook fijn. Of ik bedoel, ja, ben je er bang voor? Misschien kunnen we die vraag ook nog even bij jou neerleggen in plaats van alleen aannemen. Ben je gevaccineerd? Nee. Nee, ik ben niet gevaccineerd. Ik ben ook niet van plan om het te doen. Okay. En u zegt, mijn vrijheid is, u voelt u veiliger en u heeft natuurlijk ook meer vrijheid, want u bent gevaccineerd. U kunt makkelijker naar dingen toe. Ja, maar ik durf bijvoorbeeld ook makkelijker hier te zitten nu. Ja, met jullie allemaal. Ja, dat zou ik anders misschien niet zo snel gedaan hebben. Ja, dat vind ik. Dat zeg maar, dat is uw mening daarover. Ik vind gewoon zelf heel erg van dat het best wel raar is dat jouw vrijheid best wel wordt beperkt als je het niet wilt. Ja. Ik wil het niet en ik voel me er niet heel fijn bij dat ik niet, bijvoorbeeld als ik uit wil gaan of zo, dan moet ik elke keer me laten testen, moet ik een stokje in mijn neus krijgen, omdat ik niet wil dat, zeg maar, ik heb deze hele coronacrisis, ben ik er nog steeds, mijn opa en oma zijn er nog steeds en kijk, sommige mensen hebben het niet gehaald, zeg maar. Alleen dat is ook, als je bijvoorbeeld de griep hebt, er gaan ook mensen dood aan de griep. Maar in veel mindere mate, hè? Dus de cijfers die we nu zien met wat dit doet, hè, en ook bijvoorbeeld de effecten op langere termijn van COVID. Sommige mensen krijgen long COVID. Het zijn hele jonge, vitale mensen die als ze een trap moeten oplopen gewoon kapot zijn. Een jaar nadat ze ziek zijn geweest. Ik ben nog naar één ding nieuwsgierig van jou voordat we zometeen ook weer naar Ben terug gaan. Want je hebt zelf corona gehad. Je zei, ik ben er ziek van geworden en ik ben er nu, ik sta hier nu weer. Mm-hmm. Maar neem je ook het argument om het voor anderen te doen die
misschien veel zieker worden of doodgaan en daardoor de vaccinatie te nemen. Zeker. Dat is wat je meeneemt in je overweging. Ja, dat is zeker waar. Daar heb ik ook over nagedacht. Bijvoorbeeld, ik ga best wel vaak naar mijn opa en oma. Die zie ik ook vaak. En die zouden het heel fijn vinden als ik wel gevaccineerd zou worden. En, maar ja, het is uiteindelijk wel mijn keuze dat ik het niet wil doen. Ook al geef ik heel erg om mijn opa en oma, wil ik niet dat zij ziek worden of dat zij doodgaan. Maar het is uiteindelijk wel mijn eigen keuze dat ik weet niet... Ik ben gewoon onzeker over de vaccinatie. Misschien wil ik het wel later doen als er wat meer over uitkomt. Alleen nu is het gewoon nog heel erg voor mij onzeker wat de lange termijn wat het doet. Ik heb er zo ook zeker over nagedacht om het te doen voor mijn opa en oma of zo. Maar ja, nee, het wordt hem gewoon niet. Maar weet je hebt ook recht op die... Het is jouw lichaam, hè? Ja. En uiteindelijk kan niemand jou dwingen om iets met jouw lichaam te doen wat je niet wilt. En dat is wel de kern van vrijheid. Alleen, het betekent wel dat in het verkeer met anderen er soms wel vragen kunnen worden gesteld van hey, moeten we dit op deze manier doen? Maar je kan nog steeds uit, alleen je moet inderdaad wel iets vervelends ervoor ondergaan. En dat is ook zo. Dat stokje is niet fijn, dat weten we ook allemaal. Hè? Mijn god, wat vervelend is dat. Hè, dus dat snap ik ook heel goed. Ik begrijp het ook en ik snap ook dat je het eng vindt. Maar goed, er moest wel ook op een gegeven moment moet er een afweging worden gemaakt. Halen we de anderhalve meter eraf? En dat lijkt klein of simpel. Maar het heeft bijvoorbeeld voor hoe onze bedrijven weer aan de slag kunnen. Hoe de scholen weer gevuld kunnen worden. Voor hoe de samenleving zich weer kan ontwikkelen en open kan gaan. Heeft dat heel veel effect. Nou, en dat is een afweging die moeten ook gewoon bestuurders maken. Van oké. Als we al die voordelen van het loslaten van zo'n anderhalve meter nou op een rijtje zetten. En we zetten de nadelen er tegenover. En dat is die jij bijvoorbeeld beschrijft. Wat weegt dan zwaar? Of het zwaarst? Nou, en dat is onder andere werk wat ik moet doen. Dus dit soort gewetensafwegingen die jij hebt voor jezelf, hè, die moet ik eigenlijk elke dag maken voor ons allemaal. En ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Hè? Want ik snap heel goed dat je beide kanten van een verhaal hebt. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. En dan eventjes terug naar Ben. Ja, Ben, wat vind je er zelf van? Ja, het is een beetje een strikstelling. Want voor mij is persoonlijke vrijheid staat gewoon echt bovenop. En wij leven in een maatschappij waar dat heel erg wordt gewaardeerd. Want je kan uiteindelijk kan je naar een festival toe gaan. Of je kan naar een restaurant toe gaan. Nadat je een stokje misschien in je neus hebt gedaan. Maar bijvoorbeeld in Suriname of India, dan daar heb je die keuze niet om te zeggen van ik neem die prik zodat mijn naaste... veiliger zijn in een samenleving. Dus voor ons hier in Nederland hebben wij gewoon het voorrecht dat wij denken aan onze vrijheid. Ik denk ook dat je daar... ik noemde net het voorbeeld van andere landen waar je op dit moment inderdaad veel verdergaande eisen aan mensen ziet gesteld worden. En misschien is andersom het feit dat het in Nederland zo'n diepgeworteld debat is ook wel dat wij met elkaar... gewoon heel erg hechten aan onze persoonlijke vrijheden. Dat is ook wat Nederland Nederland maakt. He, dus ja, we zitten ook in de kern van eigenlijk onze culturele identiteit... zitten we te vroeten met dit soort maatregelen. En daarom doet het ook zo'n pijn. He, en daarom is er ook zoveel reuring over. Dus dat snap ik ontzettend goed. He, en dus dat is wel mooi dat jij deze stelling op die manier naar voren brengt. Dank je wel daarvoor. Ja, toen nog eventjes. Het was al een mooie afsluiting zijn terug naar het begin. Maar er staat iemand ook al een tijdje. Prima. Nou, ik ben Roan Groen en ik doe sport en bewegen. En ik ben afgelopen maand mijn stiefmoeder verloren aan corona. Maar ik denk wel dat door het beperken van de vrijheden... een aantal mensen, ook in deze zaal misschien wel... mentaal zo ver achteruit zijn gegaan dat ze niet kunnen functioneren in de samenleving. En ik denk wel dat we daarop moeten letten en ook moeten gaan kijken naar hoe we omgaan met het beperken van vrijheden. Ja. Zodat we de samenleving op gang houden en daarmee dus ook de bedrijven kunnen stimuleren. Zeker. Ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Want... een van de dingen waarvan ik denk, aan het begin vroeg Max was dat, hè, van wat had je anders gedaan of hè, wat komt er straks nog achterweg?
Waar ik bang voor ben of waar ik echt zorgen over heb, is eigenlijk wat heeft corona en de lockdown voor impact gehad, inderdaad precies op wat jij nu zegt, de mentale weerbaarheid van individuele mensen die bijvoorbeeld altijd al best wel alleen waren en in een lockdown situatie echt iedereen en alles om zich heen weg zagen vallen. Veel jonge mensen die ook gewoon dat niet trokken. We hebben toch gezien dat er ook heel veel kwetsbare kinderen zijn die in situaties opgroeien met ouders die niet altijd heel leuk voor ze waren of waar ze soms mishandeld worden. En dan is school is eigenlijk een escape. Hè? Dan ben je veilig. En als je opeens niet meer naar school kan en je zit met gestreste ouders opgesloten in een heel klein huis, dan is de situatie die je had misschien erg geweest, maar kom je eigenlijk in een soort hel terecht. Dus ik denk dat de impact van deze lockdown en de ziektes en het inderdaad het minder hebben van vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, een prijs heeft in onze samenleving die wij op dit moment nog niet zien. En die misschien pas over een jaar of over 2 jaar veel beter geduid kan worden en misschien zelfs in aantallen zichtbaar gaat worden. Dus daarom is het een debat wat je inderdaad niet lichtzinnig mag voeren. Hè? En alleen maar roepen, gij zult vaccineren en dan bereiken we met elkaar het Walhalla. Want zo werkt het gewoon niet. Hè? Er zitten heel veel dingen omheen en aan vast die heel moeilijk en heel lastig zijn en die grote gevolgen hebben, ook wat we eerder hebben gezien aan maatregelen. En daar mogen we nooit voor wegkijken. Dankjewel en ook dankjewel voor je laatste bijdrage. Bram, ik ga eventjes het onderwerp corona parkeren. Misschien kun je het laten bezinken en denken jullie later van, ik moet toch nog dit vragen. Het probleem met corona parkeren is dat wij parkeren corona, maar corona parkeert ons niet. Helaas, hè? Helaas. Dat is de ellende ervan. Ja. Maar ik ga toch proberen voor dit gesprek. En ik wilde graag Bram vragen. Daar is Bram. Ja, wacht eventjes, geduldig. Hi Bram, mijn vraag was vanmiddag, wat doet Utrecht voor de mensen om mensen te laten zijn? Dus gewoon zijn wie ze willen zijn. Ja. Seksualiteit, de geloof, alles. Nou, ik denk dat deze stad bij uitstek een hele tolerante, open, verbindende stad wil zijn. Dus we hebben niet alleen het langste regenboogfietspad ter wereld. Daar zijn we best heel trots op. En een prachtig regenboogzebrapad. Dat zijn symbolen. Ik kan zeggen, daar wordt de homo-emancipatie helemaal niet beter van. Maar het zijn wel zichtbare tekens in de stad, waarmee de stad tot uitdrukking brengt dat het belangrijk is dat iedereen mag zijn wie die is. We geven aandacht aan rolmodellen. Ik noemde Jody net al eventjes, hè. We hebben natuurlijk ook een agenda, ook als stadsbestuur, op het punt van emancipatie van groepen, op het punt van antidiscriminatie, want dat is natuurlijk nog steeds wat ook een heel groot probleem is. Er worden heel veel jonge mensen, ook mbo'ers op stages bijvoorbeeld, die op stagejacht zijn, gewoon gediscrimineerd op basis van hun achternaam. Dat weten we gewoon, dat gebeurt. En als je dan zegt, waar moet je je tegen uitspreken? Nou, tegen dat soort dingen. He, dus het is ongelooflijk belangrijk dat we aandacht blijven geven aan inderdaad, we kunnen het alleen samen doen. We mogen niet discrimineren en er is voor iedereen plek in deze stad. En het is niet voor niks dat Sint Maarten ook de patroonheilige is van Utrecht. Want? He, de man die zijn mantel doormidden scheurde en op een koude dag aan een bedelaar gaf en zei, jij mag er zijn. Dat is de boodschap van deze stad. Dat is ons motto. Dus laten we met elkaar ook zorgen dat iedereen dat zo voelt. Maar daar moeten jullie ook zelf een bijdrage aan leveren. Hè? Dus niet alleen naar iemand anders kijken. Maar ook zorgen dat als je merkt bijvoorbeeld dat er discriminatie in je vriendengroep is. Of als mensen uitgesloten zijn. Dat je daartegen durft uit te spreken. Dat is wel echt belangrijk. Ja, ik vraag me nog af, Bram. Zijn er zelf dingen waarvan je vindt dat daar harder aan moet gewerkt worden als het gaat om, ja, discriminatie. Of waar maak jij je zorgen, ja, over? Dat is misschien ook wel iets wat ik belangrijk vind om te weten. Nou ja, waar ik meer zorgen om ga maken, heb ik weer terug op corona. Misschien met coronapas
kan misschien mensen worden buitengesloten. Zo. Ja. Sorry. Glaasje water. Nee, maar dan door coronapas kan er mensen worden buitengesloten. Misschien zelfs gediscrimineerd zelfs worden. Maar ook inderdaad, je hebt nu ook Black Lives Matter. Heb je een beweging, heb je de afgelopen jaren gehad. Je hebt ook heel vaak, wat je nu hoort, zijn de echt mensen met geaardheid echt gewoon uitkomen voor wie ze zijn. En ik denk dat het wel echt gewoon belangrijk is. Omdat we echt, je merkt steeds meer dat mensen steeds vaker onderdrukt worden. Ja. Dus ook, ik was heel benieuwd eigenlijk voornamelijk wat Utrecht daaraan doen. Ik denk dat het wel langzaam de goede kant op gaat. Alleen, en hoe zie je dat dan? Dat je zegt steeds meer onderdrukt worden? Nou ja, het komt steeds meer op nieuws. En ik weet tenminste, vroeger heb ik echt veel minder ervaren ook gewoon hoe het was. Ik ben ook wel gewoon een hetero witte man dan wel, zeg maar. Maar ik merk wel steeds meer ook om me heen dat echt wel steeds meer mensen er klaar mee zijn. En dat het steeds erger wordt, zeg maar. En ik denk, ik weet niet waardoor het komt, maar het is wel echt steeds erger aan het worden. Ja. Nou ja, kijk, wat wij dus doen is wat ik al zei. Hè, we proberen daar in de stad op verschillende plekken aandacht voor te vragen. In ons beleid ook. We proberen ook heel veel bewustwording op scholen te organiseren. Dus dat zijn allemaal wel dingen die... hebben de Vreedzame School, daar doen heel veel scholen in Utrecht ook aan mee. Die echt... dat gaat echt over samenleven. Over wat vraagt dat nou van ons allemaal. Hè? Ook tolerantie. En misschien is dat wel hetgene wat een van de dingen is. Kijk, Nederland is niet alleen een heel vrij land, maar ook altijd een heel tolerant land geweest. Maar daar zit wel spanning op nu. Dus wij eisen wel allemaal onze vrijheid op, maar tolereren we ook die vrijheid van de ander? Dat is echt de kernvraag waar dit land volgens mij op dit moment voor staat. En het zijn twee kernwaarden. Want hè, ik heb veel mogen reizen voor mijn werk, wat een fantastisch cadeau is. En iedereen heeft altijd buiten Nederland een beeld van een vrij en tolerant en progressief land. Zelfs Rutte zegt het, hè, het is ten diepste een socialistisch land eigenlijk. Dat ervaart niemand zo, maar het is wel waar. Hè? En dat heeft heel erg te maken met die kernwaarden persoonlijke vrijheid, solidariteit en tolerantie. Maar dat laatste, de tolerantie ten opzichte van elkaar, ik vind zelf dat dat erg onder druk staat. Dus als je een andere mening hebt, mag je die hebben. Als je anders bent dan anderen, mag je dat zijn. Maar ook als je die andere mening hebt en daar is discussie over, ga je dan zeg maar scheldend je gelijk halen? Of ga je in respect het debat aan? Nou, dat zijn wel de dingen waar we nu voor staan. En kunt u daar een verklaring voor geven waarom dat verandert? Nou, ik denk dat de samenleving een aantal veranderingen heeft ondergaan, waarbij individualisering natuurlijk gewoon echt heel wezenlijk is geweest. En dat heeft heel veel goeds gebracht. He, dus wij zijn niet allemaal meer onderdeel van een bepaald soort van familie of groep, waarbij er allerlei dingen bij hoorden van zo doe je dat nu eenmaal. Dus we zijn steeds meer op onszelf geworden en mogen ook steeds meer onze eigen keuzes maken. En dat is eigenlijk aan de ene kant fantastische vorm van emancipatie. Dat is echt prachtig. Maar dat heeft ons misschien af en toe wat afgeleerd om ook de saamhorigheid en de verbinding te zoeken met anderen. Dus we zijn wel erg met onszelf allemaal bezig. En met onze kleine kring. Hè, onze familie en onze geliefden. Maar wie is er met de samenleving bezig? Of met the greater good, zoals ik dat dan altijd maar even tegen mijn kinderen zeg. Waarom doe je dat? Ja, voor de greater good. Dan zit mijn zoon echt... Die snapt het overigens wel. He, dus dat is ook opvoeding. He, dat je mensen dat blijft meegeven. Je bent niet alleen op deze wereld voor jezelf. Je moet ook dingen voor een ander doen. En het mooiste wat je in mijn leven kan bereiken is dat je ook een leven leidt waarin je dingen voor anderen betekent. Want in mijn ogen, maar dat is een persoonlijke opvatting, krijgt jouw leven daarmee ook betekenis. He, maar dat is hoe ik ernaar kijk. Ja. Ik vergeet bijna te zeggen dat het ook mogelijk is om gewoon een vraag te stellen tussendoor. Ja. Spontane vragen. Heeft iemand daar eentje van? Kritiek. Nog niet? Spannend. Oké, okay. Nou dan ga ik weer een naam noemen. Dit keer weer is de stelling van Fenne. Ja? Dus luister goed.
Mijn naam is Svenna, ik doe de schoonheidsspecialistenopleiding. En mijn stelling luidt als volgt. MBO-studenten zijn belangrijker dan HBO- en WO-studenten. Ik denk dat er in ieder geval in mijn huis één iemand is die het daar gloeiend mee eens is. Laten we dan beginnen met wie vindt het niet. Je snapt hem niet? Ik ga het nog een keertje zeggen. MBO'ers zijn harder nodig dan HBO'ers en WO'ers. Wie dat niet vindt is de persoon voor je. Met het mondkapje op. Hallo, ik ben David. Ik zit opleiding biomedisch analist. Mijn mening is van niet, want iedereen is nodig. Elke afdeling heb je nodig om goed te kunnen functioneren. En wie vindt het wel? Deze jongen hier helemaal vooraan met de pet op. Ja, daar gaat hij. Kom maar door. Nou. Oh, je mag ook gaan staan trouwens. En je naam eventjes noemen. Zo is het. Ja. Ik ben er wel. Ik vind van wel omdat mbo'ers de meeste beroepen moeten opvullen in Nederland. Omdat de meeste beroepen zijn bouwvakkers, sportdocenten, noem maar op. En ik vind dat dat meer opgevuld moet worden. En welk beroep ga jij straks als je... Ik doe nu sport- en bewegingscoördinator. Dus in sport, maar waar weet ik nog niet precies. Dank je wel. Nog iemand die vindt dat mbo's belangrijker zijn? Oh, daar gaan we weer. Je zou eens iets moeten doen met jouw welbespraaktheid. Ik zeg, ga de politiek in. Het is zeg maar, Nederland wordt meer een weetmaatschappij. Zeg maar, mensen weten veel, want mensen willen doorstuderen. Je ziet ook bijvoorbeeld timmermannen en zo en loodgieters. Die zijn best wel moeilijk. Zeg maar, stel je voor iets kapot in je huis. Het is moeilijk om daaraan te komen en zij verdienen ook wel oké geld, zeg maar. Maar dat komt omdat iedereen doorstudeert. Iedereen gaat nu in de computers. Dus ik denk, zeg maar, ik vind ook niet dat mbo per se belangrijker is. Maar ik vind wel dat misschien meer dat het meer gewaardeerd mag worden, zeg maar. Dat het niet is dat je per se, dat als iemand zegt van ja, ik doe mbo, dat iemand van de universiteit zegt van oh, je doet mbo of zo. Ja. Omdat het ook nodig is, ook in de maatschappij, om te kunnen timmeren of zo. Zo is het. Nou, ik ben daar dus echt ontzettend mee eens. Dat is wel fijn om het ook even samen helemaal eens te zijn. Dat vind ik heel prettig. Kijk, onze ruggengraat van de economie, hè, dat gaat over vakmanschap. Dat gaat niet alleen over veel weten, maar ook over wat kunnen. En eigenlijk zie je dus dat het mbo daar de hofleverancier voor is. En de stelling andersom is misschien wel interessanter. Kijk, mijn stelling is eerder dat mbo's worden ondergewaardeerd. Dat is het echte probleem. Dus het gaat niet over de een is belangrijker dan de ander. Het lijkt wel alsof het een wel belangrijk vinden en het ander ten onrechte niet. En dat begint al met bijvoorbeeld ouders die studiekeuzes van kinderen langs zien komen. Mm. En dan toch even denken van, ach jeetje, waarom nou niet hbo, hè? Daar begint het al mee. Terwijl ik zelf ook uit mijn eigen ervaring zie hoe ongelooflijk gelukkig iemand ook gewoon is in wat hij doet en wat daar allemaal gevraagd wordt. En wat voor een fantastisch, ik ben natuurlijk ook moeder en trots, maar wat voor een geweldig kind dat oplevert. Dus de dynamiek in onze samenleving is ten diepste op dit punt niet goed. Namelijk dat wij gewoon veel te weinig waardering hebben voor vakmanschap. Gewoon niet meer. Terwijl die mensen die echt wat kunnen, die timmermannen, de lassers en al die anderen in die beroepen, als ze goed zijn, verdienen ze goud geld. Goud geld, want kom er nog maar eens om. Hè, dus ik ben het daar ontzettend mee eens. En jullie moeten ook heel trots op jezelf zijn en dat ook uitstralen. Ik ben het eigenlijk wel een beetje met alle twee eens. Maar het is ook minder ook qua... wij als mbo'ers staan eigenlijk voor de meeste dingen ook wel klaar, paraat om ook dingen te doen. Maar zoals hier in Utrecht, ik ben samen vandaag op zoek ook naar een studentenwoning. Maar het is hier eigenlijk ook gewoon bijna niet te doen. Want het is voor of met hbo'ers, mensen van de universiteit, of ertussenin natuurlijk. Ja. Maar... ik merk eigenlijk zelf, ook in de afgelopen jaren, dat er vrij weinig aan wordt gedaan om meer studentenwoningen vrij te geven voor ons als mbo'ers.
om ons ook ergens anders te laten ontwikkelen dan eigenlijk alleen maar thuis, waar we eigenlijk met ouders zitten, druk en ook allerlei andere activiteiten. Ja, vreselijk, met je ouders. Maar je hebt gelijk. Kijk, ik denk dat in Utrecht is er sowieso last van woningnood. Hè? We doen niet onder voor Amsterdam en sommige andere steden als het gaat om waar vind je nog een huis. Ik heb dat zelf ook ervaren. Het was echt een soort loterij bijna. En zeker voor studenten is dat een heel groot probleem. Dus daar moet ook echt iets aan gebeuren. Het antwoord daarop is ook wel dat er dus echt meer gebouwd moet worden. Dat levert ook weer spanning op, ook in de stad. Hè? Want dat gebeurt dan op plekken waar ook anderen al wonen, waar soms ook ruimte gemaakt moet worden. Dus het is niet makkelijk. Maar ik denk wel dat jij gelijk hebt dat we daar ook meer naar moeten gaan kijken. Want het gaat inderdaad niet alleen maar om de studenten vanuit HBO en WO. Er zijn voldoende mbo'ers die om allerlei redenen ook graag zelfstandig willen wonen. Ik vind sowieso woningnood onder jonge mensen echt een fundamenteel probleem. En bij de lockdown hebben we natuurlijk ook gezien, die kamertjes zijn allemaal zo klein. En als je dan nergens anders terecht kan, ja, dan komen we even op dat mentale deel terug. Dat doet echt iets met mensen, hè? Soms gingen mensen dan weer terug naar hun ouders, omdat ze dan tenminste nog wat ruimte hadden. En iemand die de was deed. En kookt. En kookt, ja. En de rommel opruimt. Maar zijn er ook bepaalde maatregelingen die er zouden kunnen voor zorgen dat er niet de huizen alleen voor een bepaalde groep zijn en daarmee ook andere groepen in de stad, zeg maar, uitgedreven worden? Dat kan, maar het is niet allemaal heel makkelijk met een soort... Weet je, we hebben niet een soort druk op een knop en dan is de samenleving helemaal maakbaar. Ja. Van er wordt nu nog alleen voor deze groep gebouwd. Ten eerste doe je dat nooit alleen. Je bent altijd afhankelijk ook van private partijen. En die willen natuurlijk vaak ook geld verdienen. Deze doelgroep is niet de doelgroep waar zij dan heel veel kunnen ophalen, om het maar even zo te zeggen. Dus dat vraagt echt wel best wel stevige strijd en ook wel tegenduwen. En het is niet zo dat de overheid daar altijd voldoende instrumenten zomaar voor handen heeft om dat af te dwingen. Dus dat is best een ingewikkelde. En volgens mij wordt dat echt op verschillende plekken in de grote steden geprobeerd. He, met eisen rondom percentages sociale huurwoningen. Met inderdaad projecten voor studenten. Maar daarmee hebben we het niet... Ik kan jullie niet zeggen, dat hebben we zo opgelost. Ja. Of over 5 jaar. Dat is gewoon, ik denk dat dat niet eerlijk zou zijn om dat te suggereren. Helaas. We gaan weer naar Ben. En je hebt trouwens ook nog een andere vraag die ik wel interessant vind. Dus die zou je ook kunnen stellen, of daarna. Hint, hint. Om op door te gaan over woningtekorten. Misschien is het niet altijd nodig om gelijk een woning voor studenten te regelen. Maar misschien is het wel mogelijk om een studentenvereniging voor mbo'ers te hebben. In plaats dat er veel naar het HBO toe gaat, maar ook voor mbo'ers, dat ze ook daar samen kunnen komen in plaats van alleen. Maar dat is denk ik niet iets wat bij een gemeente ligt. Dat nee, is denk ik toch dat moet echt, je zelf doen. Zet hem ik op, zeg, sorry. Begin ermee. En misschien meteen door naar ik je vraag. Ik kom het gebouw openen. Nou. Oké. die staat geschreven. Zo is het. We hebben een deal. En mijn vraag is, waarom krijgt een vrouw meer verlofdagen dan een man? Ja, dat is hopeloos ouderwets. Dat is omdat ook een van de tradities in Nederland is dat we heel lang een soort moedercultuur hebben gehad. Waarbij anders dan bijvoorbeeld in de Scandinavische landen het voor vrouwen helemaal niet zo vanzelfsprekend was om te gaan werken. Tot ergens, ik geloof in de jaren 60, moesten leraressen in het basisonderwijs na hun huwelijk gewoon hun baan opgeven. Dan moet je je nagaan. Ik bedoel, dat is maar even voordat ik geboren werd dat gewoon nog gebeurde. Toen ik mijn eerste kind kreeg, was er in de Tweede Kamer geen verlofregeling voor zwangere Kamerleden. Dat was er gewoon niet. Het is 1994, dat is voor jullie lichtjaren geleden. Omdat ze dachten van dat zijn toch alleen maar mannen? Of, Ja, dat zijn alleen maar mannen. En het kind kwam in 2003, hè. En toen was het er dus nog niet. Dus dat is het begin van deze eeuw.
kenden wij die regeling niet. Dus wat er aan de hand is, is dat we halen nu langzamerhand gelukkig in. We hebben veel beter. Toen mijn oudste kind geboren was, was ook bijvoorbeeld 3 dagen een kind naar de kinderopvang laten gaan. Dat werd gewoon tot in mijn familiekring aan toe beschouwd als iets wat eigenlijk nat dan was. Dat was zielig. Het arme kind. En weet je, dus. Er zijn nog steeds heel veel mensen die dat vinden, geloof ik. Nou ja, dat is ook. Het is wederom. Het moet een keuze kunnen zijn. Je moet daar wel of niet voor kunnen kiezen. Ik oordeel er niet over. Maar ik zeg wel tegen mensen: van veroordeel anderen niet dat ze het wel gebruiken. Dus hier komen we weer op het punt van de tolerantie. Geef mensen de ruimte om daar bijvoorbeeld van gebruik te maken. En geef dus ook mannen de ruimte, dus ik ben het zeer met je eens, om een gelijkwaardig verlof op te nemen. En wat we namelijk wel weten uit allerlei onderzoek, is dat het ongelooflijk belangrijk is dat kinderen in jonge, zeer jonge leeftijd ruimte krijgen om zich aan hun ouders te binden. Dat is cruciaal voor de toekomst van je kind. En voor jouw relatie met je kind. Dus die eerste fase, dat wordt echt onderschat. Dus ik ben het er gewoon ook, al was het niet eens uit emancipatieoverwegingen, maar ook om andere redenen, ongelooflijk mee eens dat dit echt, Nederland moet hier een stuk moderner op worden. We lopen echt achter. Volgens mij zijn we ongeveer aan het einde bijna aangekomen. Dus daarom wil ik eventjes aan jullie vragen van, welke prangende vraag heeft iemand nog? Ja, gaan we weer terug naar, wat was het? Bram. Ja. Nog even terugkomen op de woningen. Zijn ze nu al bezig, zeg maar, Utrecht, om echt woning te bouwen voor studenten, jongeren in elk geval? Of duurt het nog heel lang? Want ik denk dat voor ons allemaal hier niet echt meer toepassing gaat komen, denk ik. Of is dat... Ik zeg je heel eerlijk. Ik ben net 9 maanden geleden geland in de stad. En ik ken de stad inmiddels redelijk. Maar ik ken niet alle bouwprojecten al uit mijn hoofd. Dus ik weet wel dat er over de brede linie gebouwd wordt. Volgens mij ook voor studenten. Maar ik kan jullie ook niet zeggen of dat in zulke aantallen is, dat dat nu al op een heel korte termijn voor jullie echt soelaas gaat bieden. Dat durf ik niet te zeggen. Daar moet je eigenlijk met Kees Diepenveen, de wethouder die daarover gaat, de wethouder wonen, zou je daar dan eens wat langer over moeten praten. Nou, voor het volgende Nationaal Gesprek over Vrijheid dan. Oké, nog één. Allerlaatste. Ik had nog een stelling. Oh, mijn stelling denk ik dat het niet gaat lukken. Maar je mag wel vertellen wat de stelling is en wat je zelf daarvan vindt. Oh. Ja, ik had eigenlijk de stelling bedacht omdat ik vooral heel erg benieuwd was naar uw mening hierover. Mm. En de stelling is dat de alcoholleeftijd, zeg maar, die grens weer verlaagd moet worden naar 16 jaar. Dus we hebben nu even geen tijd meer voor het debat. Maar nou, weet je, ik reactie. Vind dat een heel lastige, in alle eerlijkheid. Ik vind dat een lastige. Volgens mij is die leeftijdsgrens niet voor niks omhoog gegaan. Daar waren ook goede redenen voor. En ik zie natuurlijk ook heus wel iemand eens een biertje drinken die 17 is aan een keukentafel in mijn buurt. en tegelijkertijd is het wel zo dat alcohol best wel veel schade met zich meebrengt. Dus ik weet je, vergeef mij als ik niet... Ik ben misschien wel best wel een wandelende meningenmachine. Dat is in deze functie voor mij ook wel een probleem. Hè? Want eigenlijk hoor ik zo min mogelijk daar heel uitgesproken in zijn en ook een beetje boven de partijen te staan. En dit is nou zo'n onderwerp waarvan ik echt vind, god, weet je, daar, ten eerste heb ik daar niet een heel uitgekristalliseerde opvatting over. En ten tweede moet ik me daar misschien maar gewoon vandaag eens niet mee bemoeien. Oké. Allereerst heel erg bedankt aan jullie, want dat zijn ook wel wandelende meningmachines, geloof ik. En heerlijk. Interessante vragen. En een hard applaus voor jullie burgemeester Sharon Dijkstra. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Ik wou nog heel graag de burgemeester bedanken. Oh, ik dacht dat toch niet... Begrijpen. Nou, eerst stond het wel weer, maar het werd me net gezegd dat toch niet... 2 minuten tijd voor. Ja, dat klopt. Dan geef ik even deze, hoor. Ik denk dat ik zo wel verstaanbaar ben. Nee, dat niet. Dan doe ik het op deze manier. Ja, wandelende meningenmachine. Ik moet toch heel eerlijk zeggen, burgemeester, u bent echt verbindend.
En een wandelende meningmachine associeer ik niet met verbindend. Dat is echt gewoon je mening geven en weer weglopen en er iets van vinden. Maar ik vind het echt verbindend. Mooi gesprek, nationaal gesprek over vrijheid. Nou, je hebt gezien waar dat toe kan leiden. Coronadiscussie, huizenmarkt, mbo'er is wel of niet belangrijker dan een hbo'er. Maar volgens mij is het toverwoord, een aantal toverwoorden trouwens, maar tolerantie is er één. Verbinding is er één, dus ik denk niet dat we ons moeten afzetten. Kijk, als voorzitter college van bestuur van ROC Midden Nederland zou het misschien raar zijn als ik zou zeggen een mbo'er is niet belangrijker dan een hbo'er en een wo'er. Maar dat ga ik toch doen, want iedereen is echt even belangrijk. We weten alleen wel dat de economie grotendeels draait op mbo's, dus dat wel. Maar een mooi voorbeeld hier is ook weer de verbinding zoeken met elkaar. In Utrecht hebben we de Utrecht Challenge Alliantie. Mbo-studenten samen met hbo-studenten en wo-studenten die maatschappelijke problemen oplossen. De energietransitie, de huizenmarkt misschien wel. Hoe krijgen we meer huizen voor de mbo-studenten? Dat zijn hele mooie opgaven die samen opgelost moeten worden. Mbo, hbo, wo, verbinding. Ander thema wat ik uit wil lichten is even voorbeeldgedrag. We hebben het vaak over rechten. Ik heb recht op. Maar een andere kant van een recht is ook een plicht. Je hebt ook het plicht om een ander de vrijheid te gunnen. En het heeft ook weer te maken, denk ik, met die tolerantie. Dus ik zou ieder willen oproepen om dat voorbeeldgedrag te laten zien. Om zelf uit te stralen in je gedrag en in je woord. Dat de ander het doet en dat je de vrijheid van de ander ook heel erg belangrijk vindt. Want vrijheid is natuurlijk een heel moeilijk begrip. Een containerbegrip, zeggen we dan, waarvan alles aan hangt. Voor mij is vrijheid dat je gezond en veilig kunt leven. Ik wil de burgemeester hartelijk bedanken voor het ontzettend mooie gesprek. Ik wil jullie hartelijk bedanken. De burgemeester heeft gemerkt in dit gesprek dat de mbo-student een mening heeft. Ik ga de burgemeester een boekje geven. En het boekje heet De kritisch denkende student in het mbo. Autonoom en constructief, dat heeft u gemerkt hier. Dat is geschreven door een aantal collega's van ROC Midden Nederland. En ik zou heel graag u willen uitnodigen om in het beste restaurant van Nieuwegein, waar we werken met een coronatoegangsbewijs. Dus daar kunt u rustig naar binnen als u uw app heeft. Dan mag u komen eten met uw gezin. Maar dan moet u één keer zelf betalen, zag ik al. Want deze is voor 4 personen. Ja, maar die baby die eet wel met ons mee. Dat komt goed. Dankjewel. Hartelijk applaus. Dankjewel. Ja.